De Nederlandse bank zegt dat de crisis nu echt voorbij is. Consumenten laten het geld weer rollen. Ik zie dat het beter gaat. Overal nieuwe auto's. Huizen worden makkelijk gekocht. Kleren, kijk eens hoe druk het is. Er is ruimte voor een lastenverlichting van 5 miljard euro. Verder in het nieuws vandaag. Het Metropoolorkest krijgt de komende jaren toch subsidie. En de Turkse president Erdogan zal moeten samenwerken. Goedenavond. De afgelopen jaren was het alleen maar kommer en kwel als het over de economie ging. Maar dat is voorbij, volgens de Nederlandse Bank. Want die zegt dat Nederland de crisis achter zich heeft gelaten. De werkgelegenheid stijgt, de consument heeft weer meer te besteden. En de Nederlandse Bank zegt dat er zelfs ruimte is voor een lastenverlichting van zo'n 5 miljard euro. Het belangrijkste is dat wij de crisis achter ons gaan laten. Het plaatje ziet er zonniger uit dan een half jaar geleden. We gaan toe naar groeipercentages van de consumptie van 2% of meer. En dat hebben we hele lange tijd niet gezien. Maar je weet één ding, vertrouwen is niet genoeg. Je moet ook geld hebben om meer te kunnen uitgeven. En dat gaat absoluut gebeuren de komende jaren. De Nederlandse Bank die zo'n zonnige boodschap verkondigt, dat is lang geleden. Maar volgens de Bank van de Banken zijn de 7 magere jaren voorbij. De groei komt dit jaar uit op 2%, de grootste groei sinds 2008. En die trend zet door. Het goede nieuws daarbij is overigens dat de werkloosheid onder jongeren ook stevig afneemt op dit moment. En die zonnige stemming slaat dus ook over op de consument. Ik ben zondag over de economie, ja hoor. Merkt u dat het beter gaat met de economie? Het is vooral heel erg veel drukker in de stad, ja. Nou, als het me uitkomt en ik heb het in mijn zak, dan ben ik er niet vies van om het uit te geven, hoor. En waaraan dan het liefst? Nou, allemaal leuke dingen. Noemen ze wat? Gezellige dingen. Lekker met mijn kleinkinderen, een pretpark of zo. Heerlijk. Ik had jaar geleden ook een lekker ijsje. Alleen dan eentje met 2 bolletjes en nu eentje met 3 bolletjes, echt. En het werd tijd ook, want de groei van de welvaart heeft tussen 2007 en nu gewoon stilgestaan. En nu durven bedrijven weer te investeren en trekt de woningmarkt aan. Dat is voor Nederland een hele belangrijke factor. De woningmarkt heeft er ook voor gezorgd dat de recessie in Nederland wat dieper was dan de ons omringende landen. Nou, het feit dat die weer herstelt is ook een belangrijke oorzaak van het feit dat we de komende jaren met de consumptie de goede kant op gaan. Goed nieuws ook voor politici in Den Haag. Volgens DNB kunnen de belastingen met 5 miljard euro omlaag. En dat is nog eens een stralend vooruitzicht. Ja, dus snel door naar Den Haag. Xander, komt die lastenverlichting er ook echt aan dan? Nou, nog niet vandaag hoor. Maar met Prinsjesdag kunnen de meevallers verdeeld gaan worden. Dat zat er ook al een tijdje aan te komen. De cijfers zijn al een tijdje positief. Vorige week zag de voorjaarsnota er keurig uit. Het CPB doet mooie voorspellingen. En de Nederlandse Bank zegt vandaag dus dat er 5 miljard over is voor lastenverlichting. Dat is nog meer dan waar hier de laatste tijd over werd gesproken. De regeringspartijen VVD en PvdA die kunnen niet anders dan met veel plezier naar deze cijfers kijken. Ja, en bij de VVD en de Partij van de Arbeid zeggen ze dat dat komt door hun beleid. Ja, dat doen ze gretig. De afgelopen jaren kregen die partijen natuurlijk heel veel kritiek vanwege hun pijnlijke bezuinigingen. Ook toen was al het leed niet aan hen te wijten. En nu spelen er weer allerlei andere factoren mee die leiden tot die positieve cijfers. Maar de partijen voelen zich niet bezwaard om het succes te claimen en beloven ze, er komen extraatjes aan. Het betekent in ieder geval, en dat is een hoopgevende boodschap, dat alle ingrepen van de afgelopen jaren ook succes hebben gehad. En er is een goede basis gelegd voor economisch herstel. En de PvdA wil nu iedereen daarvan mee laten profiteren. Ik vind het als politicus heel fijn als je ook eens een keer in een jaar komt, dat je niet naar de mensen in het land hoeft met het verhaal dat we er nog niet zijn en dat we extra moeten bezuinigen. En met deze cijfers in de hand kunnen we ook zien dat er ruimte is volgend jaar om iedereen erop vooruit te laten gaan. Om werk te creëren, om meer werkgelegenheid te krijgen, om de werkloosheid te doen dalen, want dat is de grote opdracht van deze tijd. Ja. Xander, iedereen moet erop vooruit, zeggen ze. Weten ze bij de VVD en de PvdA hoe ze dat willen doen? Nou, daar spreken ze al een tijdje over en over de hoofdlijnen zijn ze het zeker eens. Iedereen die werkt moet minder belasting gaan betalen, voordelig dus als je een baan hebt. En het moet ook goedkoper worden om mensen in dienst te nemen.
En een overall doel is dat het allemaal simpeler moet. Bijvoorbeeld met de toeslagen. VVD en PvdA zijn behoorlijk optimistisch dat ze eruit gaan komen. Zeker gesterkt door het feit dat er nu meer geld over is dan ze hadden gedacht. En omdat er veel meevallers aan zitten te komen, gaan ze er ook vanuit dat andere partijen hun ideeën zullen steunen. Dat is nodig omdat ze in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Die andere partijen die geven wel aan dat ze zich op dit moment een beetje buitengesloten voelen. Dus dat wordt nog wel spannend om naar te gaan kijken. Tot slot, minister Dijsselbloem die laat vandaag alleen in een hele korte reactie weten dat we niet allemaal te optimistisch moeten worden. Want, zegt hij, Nederland heeft ook nog veel schulden en die moeten ook afgelost worden. Ja, en dat is zijn rol natuurlijk ook een beetje. Xander, dank je vanuit Den Haag. En dat was ook goed nieuws voor het Metropoolorkest. Dat krijgt de komende jaren toch subsidie, blijkt uit de plannen van minister Bussemaker van Cultuur. Eigenlijk had het orkest over 2 jaar op eigen benen moeten staan, maar daar ziet het kabinet nu toch vanaf. Vandaag kwam Bussemaker met haar plannen voor het cultuurbeleid voor de komende 4 jaar. Eerdere bezuinigingen blijven overeind en daardoor zijn flink wat culturele gezelschappen verdwenen. Maar het Metropoolorkest wordt nu dus toch ontzien. En dat geldt ook voor sommige musea. Het Tropenmuseum in Amsterdam bijvoorbeeld kan open blijven. Ik vind het heel essentieel dat een museum als het Tropenmuseum, maar ook Slot Loevestein, Rijksmuseum Twente, die allemaal bedreigd werden, dat die nu weer voor een heel breed publiek toegankelijk zijn en blijven. Ja, het kabinet heeft dus wel wat extra geld voor cultuur, maar veel is het niet, verreweg. De meeste bezuinigingen die eerder waren afgesproken blijven gewoon overeind. Kunstenaars zullen voor zichzelf moeten blijven zorgen. Subsidies zijn veel minder vanzelfsprekend. 4 jaar geleden werd dat beleid in gang gezet en het kabinet houdt eraan vast. Je kan hem benaderen. En je kan het aanraken. Vroeger werkte hij met subsidie, maar tegenwoordig heeft hij dat steeds minder nodig. Ja, dus gewoon binnen het bedrijfsleven jezelf kunnen bedruipen is, ik vind het voor mezelf wel makkelijker om het zo te doen. En zo moet het ook, vindt het kabinet. 4 jaar geleden ging de bezem door de cultuursector. 200 miljoen euro aan subsidies verdween. Woedend waren de kunstenaars. Bij Wetenschapsmuseum Boerhaven in Leiden waren ze ook kwaad over die bezuinigingen, maar ze zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Ik kijk erop terug in de zin van, ergens was het een rotstreek, maar we hebben er geweldig ons voordeel mee gedaan, want we zijn eigenlijk in een soort snelkookpan-traject doorgegaan waar we al mee bezig waren, maar het heeft ons natuurlijk in korte tijd veel verder gebracht. Dus we hebben van de nood een deugd gemaakt. Belangrijke museumstukken worden straks duidelijker tentoongesteld, zodat iedereen ervan kan genieten. Zonder extra subsidie, want die krijgen ze in Leiden ook de komende 4 jaar niet. Minister Bussemaker heeft wel een klein beetje extra geld gevonden, 18,6 miljoen euro. Daarmee wil de minister een paar musea ondersteunen. Er komt geld voor culturele festivals en ze wil nieuw talent een kans geven. Ik vind het van heel erg groot belang dat we cultuuronderwijs verder ontwikkelen. Dat voor elk kind gewoon normaal wordt om met cultuur in aanraking te komen. En niet alleen 1 keer in een jaar een klein bezoekje aan het museum, maar integraal als onderdeel van het onderwijs. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat een nieuw publiek wordt geworven. Dus niet altijd de bekende elite die toch wel komt en die het kan betalen. Op zoek dus naar een breed publiek dat zich altijd weer door kunst kan laten verrassen. En dan word ik niet gelukt van. Nee, absoluut. Ja. Een presidentschap met verregaande bevoegdheden. Aan die droom van de Turkse president Erdogan is in 1 klap een einde gekomen. De Turkse kiezers hebben duidelijk gemaakt dat ze daar niks voor voelen. Erdogan wilde de grondwet veranderen en meer macht zou naar zich toe trekken. In plaats daarvan zal hij nu compromissen moeten sluiten. Een gloednieuw Turkije. Het volk heeft genoeg gezegd en zware tijden. De krantenkoppen laten aan duidelijkheid niets te wensen over. In Turkije heeft een aardverschuiving plaatsgevonden. De partij van president Erdogan is nog steeds met afstand de grootste, maar toch is er iets ingrijpend veranderd. Er is weer hoop dat aan zijn ongebreidelde greep naar de macht een einde kan worden gemaakt. Dat geloof was door de toenemende repressie lang verdwenen. Türkiye'de artık başkanlık tartışması, diktatörlük tartışması son bulmuş. Türkiye uçurumun gerisinden, felaketin gerisinden çok şükür ki dönmeyi başarmış. Dat nieuwe elan geeft vooral de Koerden hoop.
Dün Türkiye'de yapılan seçim gerçekten de halkların demokrasi, yani çoğunlucu bir demokrasi kazandığına inanıyorum. Yani tek kişilik, Türkiye'nin tek kişi tarafından yönetilmeyeceğini. Die AK-partij heeft dus geen absolute meerderheid meer in het parlement. Met 258 van de 550 zetels. Nog wel de grootste partij, maar ze moeten gaan samenwerken. Een coalitie met de belangrijkste oppositiepartij, de seculiere CHP, is het minst waarschijnlijk. Een grote winnaar is natuurlijk die linkse pro-Koerdische DHP. Die krijgt 80 zetels, maar die heeft al laten weten samenwerking uit te sluiten met AK. De rechtsnationalistische MHP, ook 80 zetels, ligt meer voor de hand. Maar zij laten nog in het midden of ze iets zien in zo'n coalitie met de AK-partij. Binnen 45 dagen moet er een regering worden gevormd. Correspondent Lucas Wagemeester in Istanbul. Ja, Erdogan, Lucas, die heeft al die jaren natuurlijk gewoon niet hoeven samenwerken. Compromissen sluiten, kan die dat eigenlijk wel? Ja, alles valt of staat op dit moment echt met die vraag. Hij heeft het inderdaad nog nooit hoeven doen. Dus we hebben het hem ook nog nooit zien doen. We weten oprecht niet hoe die met deze situatie om zal gaan. Coalitiepartners, mogelijke coalitiepartners, hebben allemaal de kiezer één ding heel duidelijk beloofd. We gaan die mars richting meer autocratie, richting de macht die geconcentreerd wordt rondom Erdogan, die gaan we in ieder geval stoppen. Dus er zal ergens in de komende dagen in dat harnas rondom de AK-partij, rondom Erdogan, zal toch echt een luikje open moeten gaan in de richting van een dergelijk compromis. Of het andere scenario, Erdogan kiest ervoor om de hakken in het zand te zetten, om coalitiebesprekingen te traineren en dan zijn bevoegdheden te gebruiken als president om over 45 dagen inderdaad nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Turkije bevindt zich op compleet nieuw terrein, ook Erdogan zelf bevindt zich op nieuw terrein, dus we moeten echt afwachten hoe dit verder gaat. Ja. Wat is nou één dag later de meest gehoorde verklaring, die jij hoort, dat zijn partij zo ontzettend heeft verloren? Nou, het is toch de toon en de stijl. Erdogan kwam in 2002 aan de macht met een heel positief verhaal. Hè? De blik weer op Europa, Turkije weer trots maken, veel hervormingen. Die kwamen er ook, er werd ontzettend veel bereikt in die eerste jaren. Afgelopen jaren kenterde dat echt drastisch. Kritiek werd niet meer geduld, er kwam repressie. En Erdogan zelf die ging een hele harde, kille toon aanslaan, werd eigenlijk een hele compromisloze man. Luister maar even wat Turken daar vandaag zelf over te zeggen hadden. İki dönem ben AK Parti'ye oy vermiştim. Birinci dönem çok iyi, hani ülkemiz için çok iyi çalışmalar yapmıştık. Birinci ve ikinci dönemde ama bu üçüncü dönemde bunu beceremedi. Kan dökülmesin, iyi bir kardeşlik olsun. Cumhurbaşkanımız da anlasın ki Türkiye'de Kürt vardır, Kürt sorunu vardır. İnşallah bundan sonra çözülür, İnşallah kardeşlik olur, barış için her şeye hazırız. Ja, dat is toch een heel positief gevoel. Sowieso een positieve noot na gisteren. Turkije heeft het vaak genoeg moeten meemaken dat islamistische partijen, partijen die echt sterk religieus gedreven waren, zoals de AK-partij, door een coup, door het leger, door een militaire coup aan de kant werden gezet met alle geweld en alle ellende van dien. Gisteren, nu in 2015, gebeurt dat gewoon via de stembus, via democratie. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord de afgelopen dag? De democratie is terug. De Turkse democratie heeft gisteren echt een grote overwinning behaald. Lucas vanuit Turkije, dankjewel. De zeven grote industrielanden, de zogenoemde G7, willen dat de aarde opwarmt met niet meer dan 2 graden. En ze willen dat die afspraak juridisch bindend is. Dat maakte bondskanselier Merkel bekend na een tweedaagse top in Beieren. Tot nu toe wilden niet alle landen zover gaan in het bestrijden van de temperatuurstijging. Maar bondskanselier Merkel weet dat de G7 alleen te weinig is. Ook China bijvoorbeeld zal mee moeten doen. China hat deutlich gemacht, dass es im Blick auf die Klimakonferenz in Paris zum ersten Mal auch mit der Frage sich beschäftigen wird, dass die CO2-Emissionen auch in China nach einer Phase des Anstiegs wieder zurückgehen werden. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Bekenntnis. De G7 hopen dat ook andere landen zich op de VN-klimaattop in Parijs later dit jaar juridisch binden aan een maximale temperatuurstijging van 2 graden. De staat krijgt 40 miljoen euro van het vermogen van de geliquideerde zakenman Willem Enstra. 40 miljoen, dat is de helft van de waarde van het vastgoedconcern van Enstra. Het Openbaar Ministerie is zo'n 8 jaar bezig geweest om uit te zoeken hoeveel geld er nou via zijn bedrijf zou zijn witgewassen.
Willem Enstra stond bekend als de bankier van de onderwereld en werd in 2004 geliquideerd in Amsterdam. De moeder van het 8-jarige meisje uit Hogeveen blijft voorlopig vastzitten. Het meisje kwam gisteren om het leven door een val van een flat. De moeder wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Volgens de gemeente is het gezin bekend bij hulpverleningsinstanties. Taxichauffeurs op Schiphol hebben vanochtend actie gevoerd. Ze zijn kwaad omdat nu ook taxis zonder speciale vergunning klanten mogen oppikken op de luchthaven. Dat heeft het gerechtshof namelijk bepaald. Chauffeurs met een Schiphol-vergunning namen uit protest geen klanten mee. Dat leidde tot lange wachttijden. En ook op Schiphol je eigen auto afgeven om hem door een chauffeur te laten parkeren. Het zogenoemde valet-parking. Chauffeurs van zo'n parkeerbedrijf hebben privéritten gemaakt met auto's van klanten. Medewerkers van tv-programma De Groeten van Max volgden een chauffeur en zagen hoe die onder meer naar een voetbaltraining reed. Andere klanten melden op internet dat er meer dan 100 kilometer met hun auto was gereden of dat ze na de hand een bekeuring hadden ontvangen. Huizenbezitters in het aardbevingsgebied in Groningen hebben er slapeloze nachten van. Hoeveel krijg je nog voor je huis als je dat wil verkopen? Want wie durft dat nog aan, een huis daar kopen? Huizenbezitters en woningcorporaties zijn daarom samen naar de rechter gegaan. Ze willen de NAM aansprakelijk stellen voor de waardedaling van hun huizen. En nu al geld zien en niet straks. Erik Kuiper kijkt vandaag televisie. De rechtszaak tegen de NAM wordt live uitgezonden. Zijn monumentale boerderij zit vol scheuren als gevolg van aardbevingen. Hier is al een keer wat aan gerepareerd, dus hoe lang dat er zit, ik durf het niet te zeggen. Maar ik weet wel dat als je hier mee aan het herstellen gaat, dan dat wordt nooit onzichtbaar. En ook als de schade gerepareerd wordt, zal het huis een stuk minder waard zijn, verwacht hij. Want wie koopt er nou nog een huis in het aardbevingsgebied? Hetzelfde geldt voor ons. Als wij in 2008 geweten hadden wat ons te wachten stond, dan waren we hier niet gaan wonen. Ook niet voor minder geld, gewoon helemaal niet. Erik wil met nog 900 huizenbezitters en 12 woningcorporaties geld zien van de NAM. En niet pas als ze het huis verkopen, maar nu al. Laat ik eens een voorbeeld nemen. Wanneer iemand een hele grote Chinese vaas van je breekt en die wordt weer netjes gelijmd, dan is er wel een heel groot bedrag van de waarde af. En dat geldt ook voor onze huizen. En wij leven nog permanent met de dreiging van nieuwe aardbevingen. En dat heeft natuurlijk een prijsdrukkend effect. En dat willen wij terug, dat claimen wij. Volgens de bewoners loopt de gemiddelde waardedaling tussen de 5% en 25% van de koopprijs. De NAM heeft het over bedragen tussen de 0% en 5%. Maar het is hoe dan ook een slag in de lucht, zolang het huis nog niet verkocht is, zegt de NAM. Waar het vandaag om gaat is de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied. En wij compenseren op het moment van verkoop. Op dat moment kun je definitief vaststellen wat een eventuele waardedaling is door de aardbevingen. En kun je dus ook concreet aantonen welk deel we willen compenseren. Om belangenverstrengeling te voorkomen werd de zaak in Assen gehouden en niet in Groningen. Want veel rechters daar wonen ook in het aardbevingsgebied. Pas na de zomer komt er een uitspraak. Ja, het was een flink bedrag dat er voor Nepal werd ingezameld op Giro 555. Meer dan 23 miljoen voor de slachtoffers van de aardbeving. Hulp uit het buitenland is hard nodig, zeggen die slachtoffers, want de regering in Nepal kan het zelf niet aan. Minister Ploemen, de minister voor ontwikkelingssamenwerking, is nu op bezoek in Nepal om te kijken wat er met het Nederlandse geld gebeurt. Bij haar aankomst op de luchthaven gisteren zei ze te verwachten nog veel verwoestingen aan te treffen. Ze had gelijk. 6 weken na de aardbeving ligt dit dorp nog vol puin. Maar Lilianne Ploemen, minister voor ontwikkelingssamenwerking, trof ook boosheid aan. Minister Ploemen bezoekt Nepal om zich op de hoogte te stellen van de hulpverlening en om te zien hoe het Nederlandse hulpgeld wordt besteed. 10 miljoen euro gaf de regering. De Nederlandse bevolking zamelde nog eens 23 miljoen in. Ploemen sprak met vertegenwoordigers van de VN en met hulporganisaties uit Nederland. Maar ze wilden zich vooral zelf op de hoogte stellen van de situatie. Spreken met getroffenen. In dit distributiecentrum deelt het Rode Kruis, dat wordt gesteund door Nederland, kokerij en tentmateriaal uit. De mensen hebben een uur staan wachten in de brandende zon, maar hier geen boosheid. Volunteer will come. Just you give him and then
Ja, too happy, no? Well, yeah, but it's still very happy. 6 weken na de ramp is nog geen serieus begin gemaakt met wederopbouw. Veel Nepalezen zijn boos op hun regering. Die doet, vinden zij, veel te weinig. Hulp ontvangen ze vooral uit handen van buitenlandse organisaties. Zoals hier in dit dorp, uit handen van een Nederlandse organisatie. Hoe staat het ervoor met de Nederlandse hulp? Wat is uw indruk? Ja, de Nederlandse regering heeft 10 miljoen euro ter beschikking gesteld. Een deel daarvan wordt via organisaties als ICO besteed. En die zijn nu in deze eerste fase heel actief. Er zijn honderdduizenden mensen bereikt met dat geld. Maar er is ook nog wel heel veel te doen. Nepal zal nog zeker tot eind dit jaar zijn aangewezen op noodhulp uit het buitenland. Zuivel, pluimvee. Nederlandse boeren doen het goed. Ook als het gaat om export. Maar wat zou je denken van aardbeien? Ieder jaar stijgt de aardbeienoogst naar nieuwe records. Telers weten het seizoen door slimme technieken steeds meer te verlengen. 15 jaar geleden was de Nederlandse aardbeienoogst ruim 34 miljoen kilo. Vorig jaar 54 miljoen. Dat is een groei van meer dan 50%. Het is rood en lekker. En hier in Zundert hebben ze er heel veel van. In Zundert? Het klimaat hier in het zuiden van Nederland en noorden van België is uitermate geschikt om aardbeien te telen. Ja. De grond ook. Zo'n 80% van de Nederlandse aardbeien komt hier uit de omgeving. En ze zijn er blij mee dat dit zacht fruit steeds populairder wordt. Banaan was altijd de grootste fruitsoort in de supermarkt qua omzet. En Amerika is al voorbij gegaan door zacht fruit. En de trend wat je ziet dat in Europa ook gebeuren. Van hieruit gaan de aardbeien naar de veiling. Ze worden aangeleverd door telers uit de buurt, zoals Mark van Aert. Het is meer de stellingteelt. Vooral ten opzichte van de grond kunnen wij hier 2 keer oogsten. Dus we hebben per netto oppervlakte halen we veel meer productie. Dat is bijna het dubbele of zelfs meer dan het dubbele. De meeste groei zit in de kassen, maar ook hier in de stellingteelt gaat het vooruit. We leren de verschillende aardbeienrassen steeds beter kennen. Door er verschillende proeven mee te doen, smaaktesten, verschillende manieren van bemesting, belichting wordt in de kassen vooral nogal eens een keer gebruikt om daar optimaal mee bij te sturen. Je ziet de ontwikkeling met de LED-verlichting in de kassen en dat draagt ook bij aan de verbeterde smaak. De zoetere aardbei die steeds beter concurreert met ander fruit. Het record van 2014 wordt dit jaar hoogstwaarschijnlijk op zijn minst geëvenaard. Alleen heel slecht weer kan dat nog verhinderen. Ja, we gaan naar het weer. Gerrit, ja, want zo was het vandaag, hè? Droog, koud? Ja, maar wel mooi. Dat laat het plaatje goed zien. Het is inderdaad koel. We hadden vandaag een temperatuur in het noorden van niet meer dan een graad of 13 op sommige plaatsen. Ook afgelopen nacht is het erg koud geweest. Maar goed, dit is het voordeel. Wel mooie luchten. Veel foto's binnengekregen met alleen maar mooie, ja, dit soort mooie tafereelen. Dit was in de buurt van Ridderkerk. En ja, van bovenaf was het natuurlijk ook te zien. En dan zagen we hier en daar wat van die wolken zitten. Maar op de Noordzee zitten wolkenvelden. En die drijven nu het land binnen vanuit het noorden. En daar zullen we ook morgen mee te maken hebben. We gaan eens even kijken hoe dat eruit gaat zien. Hier zien we de oorzaak van dat koude weer. Een hoge drukgebied waar de lucht zo omheen draait. Dus dat betekent dat vanuit het noorden en noordoosten de lucht wordt aangevoerd. En daardoor zijn de temperaturen bij ons aan de lage kant. En dat blijft ook nog zo, want morgen breidt dat hoge drukgebied zichzelf nog een beetje uit. En ja, dat betekent dat er eigenlijk in essentie niet veel verandert. Hier zien we ook af en toe wat van die wolkenvelden overschuiven. De warmte zit er wel, de zomerwarmte, maar die zit in het Middellandse Zeegebied. En daar ontstaan morgen een groot aantal onweersbuien. Bij ons niet, bij ons blijft het droog. Vannacht hebben we dus te maken met wolkenvelden die overdrijven. En daardoor hebben we wat minder lage temperaturen in een groot deel van het land dan de afgelopen nacht. Het wordt zo'n 7 à 8 graden. Maar in het zuiden is het waarschijnlijk nog wel helder. En daar temperaturen van rond de 5 graden als minimum. Nou, morgen dan beginnen we maar eens eventjes in het noorden van het land. Daar is vooral 's ochtends veel bewolking aanwezig. In de middag breekt de zon af en toe door. Maar opnieuw lage temperaturen, zo'n 14 graden, misschien 15. En daar moeten we het dan mee doen. Wat verder naar het zuiden toe, zeg maar in het midden van het land, daar krijgt de zon wat meer kans. Ook iets hogere temperaturen, variërend van 14, 15 graden in het westen tot zo'n 18 graden hier in het oosten van het land. En in het zuiden, ja, dan begint de dag al met zonnige perioden en dan blijft de zon ook gewoon overdag schijnen. En dat levert ook wat hogere temperaturen op, 17 tot 19 graden in Limburg. En de wind die blijft gewoon uit het noordoosten waaien. Daarna dan gaat de temperatuur verder omhoog. 22 graden op woensdag gemiddeld. Donderdag 25 graden. En vrijdag dan kan het in het zuidoosten alweer 30 graden worden. Maar dan krijgen we wel buien. En daarna wordt het weer wat koeler.
En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De Nederlandse Bank zegt dat de crisis definitief voorbij is. Er is ruimte voor lastenverlichting van zo'n 5 miljard. En straks in Nieuwsuur, de missie tegen IS in Irak, wordt die missie verlengd. De regeringspartijen zijn erover verdeeld. Om 10 uur, NPO 2. Goedenavond.